In het midden van de jaren 50 werd een voormalige Duitse bunker in de duinen bij Scheveningen door de Rijksvoorlichtingsdienst ingericht als Nationaal Filmarchief. In de afgelopen 2 jaar is deze filmbunker, zoals hij in de wandeling heet, verbouwd en volledig gemoderniseerd. Dat was vooral belangrijk in verband met de grote hoeveelheid brandbare nitraatfilms die in het archief waren opgeslagen. Daarvoor zijn nu 4 speciale kluizen gebouwd waarin deze films onder ideale klimatologische omstandigheden op verrijdbare stellingen worden bewaard. Het celluloid waarop tot 1953 beelden werden vastgelegd was in werkelijkheid het zeer brandbare cellulose nitraat. Het absolute rookverbod heeft dan ook wel degelijk zin. Nog geregeld krijgt de Rijksvoorlichtingsdienst oude films aangeboden. Vaak blijkt dan dat ze bijvoorbeeld te lijden hebben gehad van fatale weersinvloeden, waardoor soms grote gedeelten niet meer bruikbaar zijn. In andere gevallen zijn ernstige beschadigingen opgetreden als gevolg van veelvuldig projecteren. Als restauratie mogelijk is en als ze van waarde zijn, worden de films opgenomen in het archief dat een keur aan historische opnamen bevat. Uiteraard van de koninklijke familie, maar bijvoorbeeld ook van het vooroorlogse regiment wielrijders, die een speciale techniek hadden voor het overzetten van man en fiets. Voor de Eerste Wereldoorlog reed op tal van plaatsen in ons land de paardentram. En tot na de Tweede Wereldoorlog onderhield de stoomtram vele interlokale verbindingen. In het archief ook opname van de auto en de daaraan verbonden gevaren. De bewaard gebleven filmbeelden geven een goede indruk van het leven in Nederland sedert het begin van deze eeuw. In de filmkluizen van het RVD-archief is plaats voor 20.000 dozen van 300 meter. Zo'n 6 miljoen meter film dus. Tegenwoordig wordt elke historisch waardevolle film ook overgezet en bewaard op videotape. Zo ook het verslag van de inhuldiging van koningin Beatrix. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. Zo wordt de moderne geschiedenis van ons land in duizenden films en cassettes veilig vastgehouden in die gemoderniseerde oorlogsbunker in de Scheveningse duinen.